Welkom bij deze Aardrijkskunde-podcast. Ik ben David Pijpaard en dit is een podcast voor HAVO 3, VWO 3, voor de methode Buitenland. Hoofdstuk 2, Archief en Schatkist. Dit zijn de paragrafen waarbij paragraaf 2, 3 en 4 voor zowel HAVO als VWO is. En paragraaf 5 voor alleen het VWO. En dan zijn de belangrijke begrippen, en dan heb ik het in highlights samengevat. Dus kijk echt nog wel eventjes naar de begrippenlijst en in je tekst. Maar het gaat over het heelal, sterren, planeten, de verschillende tijdvakken, het soorten aan leven en het verdwijnen van leven, samenstelling van de atmosfeer, fossielen, ouderdom, absoluut relatief. Kortom, we gaan terug in de tijd en kijken hoe de aarde is ontstaan en wat we daar nu aan kunnen terugvinden. Het begin. Het begin was een oerknal, althans dat is de wetenschappelijke theorie. En die oerknal, dat was eigenlijk vanuit het niets iets en daar ontstond ons heelal. En het heelal bestaat weer uit verschillende melkwegstelsels. En dit is ons melkwegstelsel met dat pijltje en die stip onze zon. En om onze zon draaien de planeten. Kortom, wij zijn ontzettend nietig en ontzettend klein en we zweven maar wat rond in dit grote universum. Hier de planeten, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, waarbij we gaan kijken naar de buren van de Aarde. En dan hebben we het over Venus en Mars. Vergelijken. We gaan Venus en Mars vergelijken met Aarde. Het zijn de dichtstbijzijnde planeten. We willen er naartoe, in ieder geval naar Mars. Venus lijkt me niet zo'n goed idee en dat zie je zo meteen wel. Maar dan gaan we kijken van wat maakt Aarde nou leefbaar? Want we zijn in ieder geval in ons zonnestelsel de enige planeet waar leven aanwezig is. En ook gewoon intelligent leven. Als we gaan kijken naar de samenstelling van de atmosfeer, dan zien we Venus geen zuurstof. 96% CO2, dat is behoorlijk wat, en altijd bewolkt. Kortom, één grote wolk met broeikasgassen. De aarde daarentegen heeft 20% zuurstof, O2, en maar 0,04% CO2. En dat is ons broeikaseffect. Samen met methaan en nog wat andere gassen en dat maakt het leefbaar op aarde. Het is niet overal even warm en soms is het koud en heb je dus dalende lucht en dus geen bewolking. En daarom hebben we wisselende bewolking op onze planeet. Kijken we naar Mars, dan zien we 0,2% zuurstof. Dus er is iets van zuurstof ontwikkeld. Er is 95% CO2, nog steeds ontzettend een hoge broeikas. Als je het zo mag zeggen. Maar je hebt een heldere hemel. En het verschil tussen Venus en Mars, dat er een heldere hemel is, is omdat het op Mars veel kouder is. En daardoor geen wolken ontstaan. Want als we hier de temperaturen naast elkaar neerzetten in graden Celsius, dan zie je dat in Venus 480 graden Celsius, Aarde 15 graden Celsius en Mars 23 graden Celsius, min 23 graden Celsius is. En dat zijn de gemiddelde. Dus het is nog wat warmer en nog wat kouder. Als we naar de luchtdruk gaan kijken, van hoe de druk aanvoelt, dan is dat 90 keer op Venus in vergelijking met Aarde. En Mars is het iets minder, dan zit het ongeveer op 70% van Aarde. Kortom, grote verschillen tussen de planeten, maar hier en daar toch wat overeenkomstigheden, waarbij we toch kunnen zien dat we uit hetzelfde zonnestelsel komen. Gaan we verder met vergelijken, want waar bestaat dan de korst uit? Hè? De laag waarop in ieder geval wij leven en wat er aanwezig is. Nou, op Aarde, Mars en Venus is er basalt. En basalt is een stollingsgesteente, hè, dus magma dat stolt tot gesteente en dan ontstaat basalt. Dat zijn er verschillende soorten basalt, dus niet één vorm, want het heeft met temperatuur en een klein beetje met de samenstelling te maken, maar kortom, op alle planeten basalt. Dan gaan we verder, want dan is er graniet op Aarde. En dat is niet op de andere planeten.
Nou, wat is nou het verschil tussen basalt en graniet? Basalt, dat is de zeebodem. Dat is wat zwaarder, dat ligt ook wat dieper. En graniet, dat is wat lichter gesteente, ook een stollingsgesteente. En dat, omdat het wat lichter is, ligt het wat hoger. En daarom liggen de landen hoger en de zeeën lager. Maar dan zijn we er nog niet, want op aarde is er leven. En doordat er leven is, is er organisch sedimentgesteente ontstaan. In klas 2 heb je geleerd wat sedimentgesteente is. En organisch betekent dus, het heeft vroeger geleefd. Je ziet hier een voorbeeld van kalk, van organisch sedimentgesteente. Kleine zeediertjes, algen met een kalkachtig skelet, zakt naar de zeebodem als het doodgaat. En als dat miljoenen jaren doorgaat, dan krijg je dus een laag van kalk. De aarde ziet er blij uit. Maar vanaf het begin tot nu zijn er heel wat veranderingen geweest. De vraag is, hoe oud is de aarde eigenlijk? Nou, dit. Kortom, 4,6 miljard jaar oud dus. Dat is een behoorlijke tijd. En de mens is nog maar heel kort. Als we hier gaan kijken, en dan hebben we alle lagen van onder naar boven. Dus vanaf het precambrium. En dat is dus van 4,6 miljard jaar geleden tot aan het kwartair nu. En dan zie je dat in het kwartair, in de laatste periode, pas de mens aanwezig is. Daarvoor helemaal niet. Maar je ziet periodes van bacteriën, periodes van trilobieten, het tijdperk van dinosaurussen en ammonieten en tot slot het tijdperk van de zoogdieren. Belangrijke perioden, en daar gaan we naar kijken. We kijken naar het precambrium, het perm, het krijt en het kwartair met het holoceen. Die gaan we met elkaar vergelijken. Eerst gaan we kijken hoe de wereld verandert. Je ziet hier vanaf het precambrium, je ziet het tijdperk onderin, zie je dat het continent vanaf het zuiden opschuift naar het boven. Hé, Nederlandse vlag, dat betekent Nederland. Hé, Nederland op de Evenaar. En zo gaat het verder in het perm, waar we zo meteen naar gaan kijken. Dan het krijt, waar het al aardig begint te lijken op onze wereld. En tot slot het holoceen, en dat is het onderdeel van het kwartair. Vier periodes gaan we dus bij langs. En het eerste is het precambrium. Het precambrium, dat is een lange periode, maar we gaan kijken rond 620 miljoen jaar geleden. Waarbij de continenten aan elkaar zaten, maar ze zaten aan elkaar op het zuidelijk halfrond. Je ziet op die wereldbol zie je ook hoe de huidige kaart eruit ziet. Dan kun je het een beetje vergelijken. Nederland lag op de Zuidpool. De zeespiegel weten ze niet zo heel veel van en de temperatuur ook niet. Het is best wel lang geleden en daar hebben ze weinig indicatoren van gevonden. Wat ze wel hebben gevonden is dat er geen landleven mogelijk was. Er was nog geen ozonlaag. Ozon is O3, dat wordt gemaakt uit zuurstof en dat was ook nog niet echt aanwezig. Dat was volop in gang. In de zee had je wel bacteriën en dat zag er zo een beetje uit. En die bacteriën die zorgden voor productie van zuurstof. En dat was het begin. En uiteindelijk werden die bacteriën steeds moeilijkere cellen en ontstond er leven in de zee en uiteindelijk ook op het land. Want daar gaan we nu naartoe. We gaan naar het perm. En het perm was ongeveer 270 miljoen jaar geleden. De continenten zaten aan elkaar. Alleen je ziet dat het is opgeschoven naar beide halfronden, zowel noordelijk als zuidelijk halfrond. De zeespiegel en de temperatuur zijn niet zoveel gegevens van, dus die laten we open. Waar we wel naar kunnen kijken, wat was er aanwezig? De amfibieën en de trilobieten. De amfibieën, dus een beetje de reptielachtige, dus vanuit een vis met staart en korte pootjes ontstaat dus een dier wat in ondiep water op het land kwam. Het was een woestijnachtig klimaat trouwens in de tijd van het perm. En de trilobieten, dat zijn fossielen die ze overal hebben gevonden op de wereld. En kenmerkend is voor deze periode. Wat er ook kenmerkend voor is, is het Pangea of Pangea. Dat is het oercontinent waarvan uiteindelijk al die continenten uit elkaar zijn gegaan. De volgende periode is alweer het krijt. 100 miljoen jaar geleden, een zeer warme periode. Komen we zo meteen op. Je ziet de verbrokkeling van de continenten. Het gaat uit elkaar. Brazilië gaat los van Afrika. Beide halfronden nog steeds. Je ziet India trouwens daar nog redelijk dicht bij Madagaskar liggen. Ja, even later zie je hem verschuiven naar
China toe en het Himalaya-gebergte ontstaat daar. Het was ontzettend warm en daardoor ook de zeespiegel 300 meter hoger. De temperatuur was dus hoger, er was geen landijs. Dus heel veel zeeleven en op land waren de dinosaurus oppermachtig. En in zee de ammonieten als kenmerkend leven uit die periode. En de ammoniet, een soort slakachtige, en de dino. Als we het hebben over het krijt, dan hebben we het over de brachiosaurus. Er zijn verschillende periodes geweest, hè, Jura, krijt, Devon. Er waren allemaal andere soorten dino's. Maar vanuit het krijt is de brachiosaurus, een hele lange dino, is wel kenmerkend. En dan gaan we naar de laatste periode die je moet weten, het kwartair. En dan eindigt het kwartair in het Pleistoceen. Mag je meenemen, maar wordt niet benoemd in het boek. Maar dan wordt het Holoceen, wordt het de periode waarin de mens eigenlijk oppermachtig wordt. Hè, dus de laatste periode. En dat is zo'n 18.000 jaar geleden begonnen. Dus dan hebben we het over miljarden jaren, miljoenen jaren. En dan gaan we het over de mens hebben. En dan hebben we het pas over duizenden jaren. Dat is nogal kort aanwezig, zou ik zeggen, als mens zijnde. De continenten waren verbrokkeld. Steeds meer op het noordelijk halfrond. Je ziet nu dat het zuidelijk halfrond steeds minder landen aanwezig zijn. De zeespiegel was lager dan dat het nu was, 18.000 jaar geleden, omdat heel veel water was opgeslagen in landijs. We hebben in Nederland ook ijs gehad tot aan Haarlem, Utrecht, Nijmegen. Nou, dat ijs bestond uit water, wat normaal gesproken in zee lag, maar was verdampt. Dus dat was veel lager. Je kon dus bijvoorbeeld ook naar Groot-Brittannië toe wandelen. De temperatuur was dus ook lager. Einde ijstijd, begin van de warme periode, dus de tussenperiode. En mammoet en zoogdieren waren oppermachtig. Zeker op het land. Want de dino's waren verdwenen. En hier zie je een mooi plaatje van een mammoet. Dan gaan we over naar fossielen. Fossielen, hoe ontstaan die eigenlijk en hoe zijn die bewaard gebleven? Nou, je hebt hier een visje en die gaat dood. Die zakt dan naar de zeebodem toe en komt in het sediment te liggen en wordt daar begraven. En als het maar snel genoeg gebeurt, dan vergaat misschien wel alle zachte delen, dus huid en organen. Alleen de hardere gedeeltes, het geraamte, dat wordt bewaard en dat wordt een fossiel onder druk. Dus dat versteent. En als dat dan later door erosie of door afgravingen die fossielen worden blootgelegd, dan kun je dus herleiden dat uit die periode van die laag er een bepaald fossiel aanwezig was. We hebben het hier over gidsfossielen. We zien hier tijdperk van bacteriën weer, trilobieten, ammonieten, dino's en zoogdieren. Door te kijken in de grond vinden we bepaalde fossielen en zo kunnen we de aarde een volgorde geven. Dus we kunnen concluderen dat dieren zijn uitgestorven en we kunnen aan de hand van fossielen het verleden verklaren. Dus je kunt verklaren dat omdat er in het carboon een trilobiet te vinden is in zo'n laag, maar in de Jura-periode dus niet, dat dus de Jura-periode jonger is dan het carboon, want anders zouden er wel tribolieten zijn. En zo kun je dus, als je ergens op de aarde een ammoniet vindt, en ergens anders ook, dan kun je ervan uitgaan dat die lagen ongeveer even oud zijn. Maar hoe oud is iets? Want we hebben het over miljarden jaren, miljoenen jaren, vrij lastig, dus er wordt onderscheid gemaakt. We hebben het over relatieve ouderdom of absolute ouderdom. We zien hier een mooie plaat van de Grand Canyon. En de Grand Canyon, er zijn heel veel lagen opgebouwd en door een rivier en door verschuiving is er dus zijn die lagen aan de oppervlakte gekomen. Maar je hebt dus een eerste laag hier, die witte laag, en je hebt hier een gele laag. Heel simpel gezegd, de gele laag is ouder dan de witte laag. Omdat normaal gesproken, als er nu een nieuwe laag over onze bodem heen komt, dan ligt die bovenop. En dus hoe verder je naar beneden gaat, hoe ouder het wordt. Dus het verschil tussen de gele en de witte, ja, dat maakt niet zoveel uit, maar je kunt wel zeggen dat die gele dus relatief ouder is ten opzichte van de ander. Gaan we het absoluut bekijken, dan zie je daar een tussenlaag, want dan zie je, die laag is 60 miljoen jaar oud. Aan de hand van radioactiviteit kun je dat meten
En dan kun je absoluut een getal ergens neerzetten. Dus absoluut is een getal, relatief is ten opzichte van elkaar. Want pas 17 miljoen jaar geleden is die rivier gaan stromen en is dit hele mooie landschap, is dus als het ware tot volle wasdom gekomen. Nu het gedeelte voor VWO. Wat als er nog een dinosaurus hier rondliep? Denk maar aan de film Jurassic Park. Wat zou dat betekenen? Nou, die vraag die zouden we eigenlijk niet kunnen beantwoorden of gaan we niet beantwoorden, want in Yucatan knalde een brokstuk van 10 bij 10 kilometer met een noodgang op onze aarde. Zorgde voor ontzettend veel warmte lokaal, de aardplaat die scheurde. Grote gebieden van rond de 800 tot 1000 graden, waardoor echt bossen en dieren gewoon in de brand stonden. Er kwam ontzettend veel vulkaanuitbarstingen, waardoor een dikke laag over de hele aarde ontstond. En er ontstond zure regen, planten gingen dood, planteneters gingen dood, vleeseters gingen dood, omdat er geen dieren meer waren. En echt een heel groot gedeelte van de populatie van wat op aarde leefde, was er niet meer. Massa-extinctie noem je dat. Komen we zo meteen op terug. Wat is eigenlijk het bewijs van Yucatan? Ze hebben die krater gevonden, maar is dat bewijs dat daardoor bijvoorbeeld een massa-extinctie is ontstaan? Nou, er is nog geen onomstotelijk bewijs, maar er zijn wel aanwijzingen. Want als je gaat kijken op aarde, dan zie je dus een laagje klei, iridium. En iridium is niet een stof wat normaal gesproken op aarde aanwezig is. Maar het is wel in elke meteoor te vinden. Dus dat betekent dat waarschijnlijk toen die uitbarsting geweest is en dat zelfs een meteoor uit elkaar is geknald en die stofdeeltjes wereldwijd zijn neergedaald. Dat is het eerste bewijs. Wat je ook aan de hand van gidsfossielen kunt zien, is dat er voor 65 miljoen jaar geleden wel de dino aanwezig was met ammonieten en daarna is er dus geen gesteente waarbij dinosaurus en ammonieten in voorkomen. Oftewel, ze zijn toen uitgestorven. En als we gaan kijken naar de krater zelf, dan komen we ook op 65 miljoen jaar geleden uit, als we kijken hoe oud het is, wanneer het gevormd is. Kortom, drie bewijzen die dus wel sterke indicatie hebben dat toen een massa-extinctie ontstond. Maar het was niet de eerste. Want als we teruggaan in de tijd, en we zitten dus in miljoenen jaren terug in de tijd, dus dan zitten we in het precambrium, en we gaan van de precambrium naar cambrium, dan heb je een cambrische explosie, en waar in één keer heel veel diersoorten, en je ziet af en toe, zie je een dipje. Hier bij het ordovicium zie je een dipje, bij het devon zie je een dipje, bij de perm, krijt, dan hebben we het over de dino's, en nu weer. Dus het hoort erbij dat eens in de zoveel tijd er een massa-extinctie plaatsvindt en dat daarna weer nieuwe soorten ontstaan. Alleen de biodiversiteit neemt telkens toe, dus het aantal soorten. Ja, dus je hebt het over reptielen, maar er waren nog geen zoogdieren, dus er kwamen zoogdieren. En de volgende stap, ja, wie weet wat het gaat worden, maar we zijn nog niet uitgeëvalueerd. Maar het is niet zo goed nieuws voor deze personen. De gorilla, ijsbeer en de neushoorn, want waarschijnlijk gaan deze dieren niet de komende 1000 jaar uithouden. Zeker door toedoen van de mens, maar ook door snelle klimaatsverandering. Dan betekent het gewoon dat een heel groot gedeelte wat nu op aarde leeft, dat het uitsterft. En dat is nu al gaande en dat is de vraag hoe zet het zich door. Dit was paragraaf 2 tot en met 4 of 5, afhankelijk van HAVO 3 of VWO 3, over hoofdstuk 2 archief en schatkist. Vind je dit een nuttige podcast? Nou, abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alle andere podcasts die nog komen. En dan wens ik je succes met het leren.